god nou weer? En dat was het voor vandaag. Veel plezier met de aankomende muziek. Wat is dit? Heb je de zolder opgeruimd? Nee, dat stond beneden in de receptie. En het zal vast wel weer van jou zijn. Nee, hoezo? En wat is dat dan voor troep daar? Dat ding, ja, dat is een opblaaspop van twee van die dingen. En waarom ligt dat hier? Moet je toch huis laten, hè? Maar hoe dan ook, dat verdachte pakketje wat uit te ziet als een bom is niet van mij. Een bom? Ja, het is straks gaan tikken en dan boom! Er zitten wel wijzers op. Wes, we moeten evacueren! Ja, iedereen naar beneden. Of, nou ja, wij twee. Ja, Juri, ja, want Juri is al naar huis, Janneke is er vrij en buitenwerk bij het kantoor. Maar ja. Kom op! Ja. Het is een mooie dag om foto's te maken. Dit stuk bos ken ik nog niet zo goed. Maar waarom zou iemand hier een bom neerzetten? Dat hoor je toch wel eens vaker? Dat er op een succesvolle radiozender met een top DJ een aanslag wordt gepleegd. Ik ga de politie bellen. Hij doet het niet. Maar wacht. Ik heb mijn mobiel nog. Geen bereik. Ah, Wes, ik heb gelukkig mijn eens ook bij me. Ik doe het altijd. Oh. Ja, nu even niet. Ook geen bereik. Nou, dan zit er nog maar één ding op, hè. Wij moeten die bom hier weg gaan halen. Missie bom is gestart! Ja. Het is wel mooi hier. Misschien moet ik er vaker heen gaan. Moet dat allemaal? Ja, veiligheid voor alles. Ja, natuurlijk. Met een doetje. Je hebt een helm op. Waarom moet het licht uit? Stel je voor dat hij geactiveerd is. En dan schaduw je zo afgaan. Ik heb hem. Ik denk dat daar wel een goede plek is, Wes. Yo, Wes, je staat met een bom in je handen. Ik was even afgeleid. Ja, dat zal wel eens een keer niet, maar daarheen. Ja. Daar bij die heuvel. We hebben wijzers van de 12 afgeschoten, hè, Dirk? Nou, dan zal die zo wel afgaan, dat ding. Wat is het klokje nou hier? Ja, ik kan er wel een foto van maken. Wat is dat meisje daar nou aan het doen? Volgens mij is dat meisje waar je daar net naast aan te kijken. Het lijkt wel of ze foto's aan het maken is van die bom. Ik denk dat het klokje van niemand is. Dan neem ik hem wel mee. Het meisje neemt die bom mee. Mooi, we zijn daar ook weer vanaf. Wat? Zo staat er in de krant TV West vermoord meisje. Ja, dan ga jij toch die bom halen. Ja, waarom ik? Je hebt die helm op je kop. Ja, maar ik heb al twee keer mijn leven geriskeerd voor dat ding. Ik ga zelf wel doen. Toch snap ik niet dat iemand zo'n klokje hier laat staan. Hoi. Hey, jij bent Wesley van TV West. Ja, maar... Ik ben Lotte. Ik vind je TV West echt superleuk. Ja, maar... En Pascal en ook Wouter. Ik zal maar eens een keer de boer weer gaan redden, want aan hem heb je ook weer niks. Maar is dit klokje van jou? Ja. Houd daar zo'n bom!
daar liggen. Na zo'n klap zou het wel moeten gebeuren. Ik weet dat je daar buiten moet om je werk te gaan doen als die telefoons het niet doen. Maar goed, nu verder met mijn klok. Mijn klok is weg. Jongens, volgens mij hè, ziet het er meer uit als een klok dan een bom. Hij is ook niet ontploft. Tja, dan is het wel een aparte klok. Eerste riet. Oh ja, ik kan altijd even rondkijken. Jij weer met het ziet er verdacht uit. Het is gewoon een klok. Ja, we moeten weer terug naar het kantoor. Ik heb nog een radio-uitzending. Doe, Lotte. Doe. Waar is mijn klok? Ik snap er niks meer van. De beste heer Pascal, die zijn ook al nergens te vinden. Maar, nu is alleen de vraag van wie is die klok en waar komt die vandaan? Wat als ik naar spooronderzoek ga doen? Nee, helemaal niet. Dan is het als het hele kantoor wit met dat poeder. Hey jongens, mag ik jullie nog wat vragen? Ja, natuurlijk. Ik zou graag dat jullie op de foto willen. Waarom ook niet? Waarom heb ik dit dan weer, hè? Oh, misschien is die in de keuken. Misschien in de kelder. Zo, daar kom je ook nog eens een keer iemand tegen. Ja, en het was nog best een aardig meisje ook. Ik ga me even omkleden. Dat is goed, dan wacht ik hier wel even. Ja, dat is goed. Wat is hier gebeurd? Tjum. Het is ook altijd hetzelfde. Daar is mijn klok. Jouw klok? Ja, en wat heb je ermee gedaan? Dat ziet er niet uit. Dat is een heel lang verhaal. Dan mag jij mij dat hele verhaal boven eens gaan uitleggen.